Hey. Nou. Dit is Arjuna, 29 jaar uit Amsterdam. Personal trainer en super fit. Maar nu heeft hij te horen gekregen dat hij aan een zeldzame vorm van lymfklierkanker lijdt. Positief gaat hij de strijd aan. Volg zijn verhaal bij Telegraaf TV. Eén groot voordeel. Ik woon vlakbij het ziekenhuis. Dus ik loop nu door het park richting het ziekenhuis. Ik heb 10 minuutjes een afspraak. Ik ben misschien 5 minuutjes te laat. Dus ik stel het een beetje uit. Meestal ben ik natuurlijk op tijd om afspraken. Maar dit is een uitzondering. Ja, waarom ga ik dit nou eigenlijk filmen? De reden daarvan is omdat ik gewoon bezig wil zijn. En ik wil mensen ook blijven inspireren. Ik zeg altijd, wees positief. Wees blij met wat je hebt. En dat wil ik ook overbrengen in de filmpjes die ik de komende tijd ga maken. Ik voel me goed. Ik heb eigenlijk helemaal nergens last van. Dat maakt het ook heel erg raar. Omdat ik, nadat ik in het ziekenhuis ben geweest, voel ik me misschien wel heel slecht. Dit wordt de eerste dag. Ik ben nu nog positief. Zin in heb ik niet, maar we gaan ervoor. Ja. Dit is dus het begin. Misschien zit het niet zo goed. Het is toch gek dat je juist ziek wordt terwijl ze je beter willen maken, terwijl je je niet super ziek voelt. Komen die jongens en mijn zus op visite, krijgen dit. Ja. Hè? Ja. Ik hoop je denkt, het is hier een werkplek. Ja. Maar heb je je handen wel gewassen? Omdat ik radioactief ben, moet je je handen wassen. Tegen je camera uit. Maar is echt zo. Ik wil best even mijn handen wassen. Ja, doe maar wel voor zekerheid, jongens. Oké. Even handen wassen. Nee joh, grapje. Yes, klaar in het ziekenhuis. Vanochtend om 11:30 begonnen. Het is nu 8:30. Bijverschijnselen zijn meestal een beetje koorts hebben. Maar zoals het er nu naar uitziet gaat het prima. Beetje zware beentjes. Licht in het hoofd, maar ik hoop dat het een beetje mee gaat vallen voor de komende tijd. Ik heb net met mijn trainingsmaatje Bas. Ja, baby. Hoe vond je het gaan? Ja, rustig aan. Maar eigenlijk wel meer energie doorgekregen. Ik heb wel iets lichter getraind dan normaal gesproken. Omdat zei hij van ja, je moet niet te hard van stapel lopen. Dat is toch de impact wat het heeft, met al dat gif in je. Ja. Maar ging wel lekker, dus ik ben wel tevreden. Het goede nieuws, ik had, onder mijn oksel had ik wel een redelijk grote klier zitten. En nu voel ik hem niet meer. Dus dat is wel heel snel. Vandaag ga ik het vertellen binnen Utopia. Ik ben benieuwd hoe ze reageren. Ik ben ernstig ziek. Ja, ik heb vorige week de eerste chemokuur gehad. Nee joh. Ja. What the fuck? Ja. Maar mag ik vragen voor wat zeg maar? Of tegen wat? Ja, Hodgkin-kanker is het. En dat is zeg maar huidkanker, of niet? Nee. Sorry. Is dat slecht? Ja, nee, Hodgkin. Ik dacht, nee, dat is een klierkanker. Jezus. Hey. Nou. Ja, hè? Stond niet op de planning. Oké, gaan we trainen lekker? Sowieso. Ja, ik ben beduusd. Heel veel steunbetuigingen, lieve berichtjes. Lieve Arjuna, wat zijn we geschokt van het nieuws dat we te horen kregen tijdens Utopia. Dit heb jij niet verdiend en nogmaals, als jij ons steunt, willen wij er ook voor jou zijn. Ja, super lief. Super. Ja.